zijn nou het watermanagement systeem aan het aanleggen, zodat dadelijk als de gebouwen gebouwd zijn, dat het water zeg maar, wat valt op de daken, dat er afgevoerd kan worden. En dat er een buffer is in de tijden dat er heel veel regen valt. De diversiteit van de projecten en de kansen die je krijgt. Ik heb zelf op de werkvoorbereiding gezeten, de calculatie en nu in de uitvoering. Dus als je wilt kunnen alle takken van sport bekijken en zien. In 2018 hebben we een project gedaan in Saba. Dat is eigenlijk één rots met aan de ene kant de haven en aan de andere kant de luchthaven. De luchthaven daar hebben we de runway opnieuw gemaakt. Die is 400 meter lang en 18 meter breed. Je spreekt een hoop mensen, een hoop andere aannemers spreek je bij je op werk. Altijd een hoop schrik. Zo mooi groeiende, waardoor je zelf ook gewoon je eigen ideeën echt wel kwijt kunt. Je ziet gewoon dat alles vooruit gaat en dat is mooi om te zien. We zijn hier op voormalig Simon Stevin-kazerne te Ede. Het terrein wordt bouwrijp gemaakt voor woningbouw. Vooral leuk als je iets van explosieven aantreft, dat je dat vrijmaakt, dat het Nederland weer een stukje veiliger wordt. Dat is eigenlijk het leukste van het werk. Ik vind het leuk om voor Den Ouden te werken. Het is echt een familiebedrijf. Ik heb zeker een hele fijn geluk collega's. Bijzonderheden van mijn werkzaamheden zijn het werk op zee. Dat is sowieso wel bijzonder, denk ik. Niet iedereen werkt op zee. Het bijzondere aan deze kraan is dat je kunt het besturen vanuit de container. Dus je hoeft niet in de kraan te zitten, je kan hem bedienen op afstand. Zo werk je op zee, zo zit je in het groen, dan ben je een dagje van bovendak weg. De spullen zijn allemaal netjes voor elkaar, de collega's zijn leuk. We doen iets met beton, we doen iets met infra, we doen iets met groen, dat je dat in een gezamenlijk project kan toepassen. Redelijk afwisselend werk dat ik hier heb, dus ik heb het goed naar mijn zin. Daar kun je ook je eigen stukje ambitie zeg maar, volop in kwijt.